Terwijl ik aan het gluren ben hoeveel parapluutjes worden verkocht in mijn park en geniet van mijn carnaval festival thee, gaan we door naar het intro. Okay, people, let's go to work. Ja. Zo, en we zijn weer in het park terechtgekomen. Zoals ik had beloofd, het regent helaas. Het stopt met regenen. Kijk hoeveel parapluutjes er zijn verkocht. Ik tel hier 40 en 37 stuks. Dat betekent dat er 77 parapluutjes zijn verkocht. Over twee kiosken. Nou, dat is lekker cash. Dus ik bedoel maar, maak die paraplu's lekker duur. En dan krijg je gegarandeerd geld erbij van die bezoekers. Het is misschien een beetje afperserij, maar het is niet anders. Je zou ook eventueel de merry-go-round, dat is zeg maar het rijmodus, zou je wat duurder kunnen maken om dan wat geld te kunnen innen. Sorry dames en heren voor de vorige aflevering. Ik zal het kort uitleggen. Ik dacht dat het eind van september was dat ik het ging halen, maar het is eind oktober dat ik mijn level pas kan halen. Dus excuusie voor. Ik had niet goed gekeken. Maar toen had ik beloofd, in deze aflevering gaan we dus... even kijken hoor. Gaan we dus verder uitspelen. En dat gaat goed komen. Want we zijn er al bijna. Oké, ja, ik wou wat gaan vogelen met die ondersteuning hier, maar dat lukt niet helemaal. Even kijken hoor, mensen. Zo, dit ziet er wel grappig uit. Ja, ik heb een beetje aangepast het ingangetje. Het leek wel apart om hier wat hout tussen te zetten. Hé, en nou is het gewoon een kwestie van even heel even kort wachten totdat we het level hebben gehaald. Nou, de 11e is het. Ik ben nog even aan het genieten voor het geld wat binnenkomt. En de achtbaan zit ook gewoon keivol. We kunnen even kijken hoeveel bezoekers zijn er al geweest. 1428 bezoekers in deze achtbaan. Wauw. Het is de favoriete attractie van 262 mensen. Van de 608 die nu inmiddels al in het park zijn. Ik merk dat hier heel veel gekotst is. Is een zaak voor onze schoonmaakploeg. Terwijl hier gewoon een wc staat. Het is echt ongelofelijk. Kijk hoeveel gekotst er wordt. Sommige mensen zijn een beetje... Een soort van... Hoe zeg je dat? Sommige mensen zijn eigenwijs en die gaan niet naar een wc als ze moeten overgeven. En ja, dan heb je dus handyman handen nodig. Net als hier. Ik zie hier een stukje vuilnis op de grond liggen. Een blikje of zo. Het is echt schandalig, want mensen die dat doen, die hebben dus geen opvoeding. Ik zie een car ride. Die wordt helemaal niet meer bezocht. Dat betekent dat dus ik moet de prijs naar beneden doen. Ja, het kan ook zijn dat het geregend heeft of dat mensen ineens denken, wauw, wat is dit extreem duur. Nou, deze maak ik sowieso 5,50, want die gaat echt keihard. En deze achtbaan maken we 5,50 ook. En als je dan stiekem zo werkt en je maakt geld winst, kan je dus je lening terugbetalen. Observatietoren, dat is de enige die ik nog wil plaatsen. En die plaatsen we lekker in het midden van het park, is gunstig. Is heel gunstig. Zo. Is ook niet zo duur. Het valt echt wel mee qua prijzen. Zo. En dan, voordat we het level hebben gehaald, wil ik snel deze plaatsen. Zo. En open. En we maken er 1,50 van. En we gaan aftellen. Oh, 19. Nog maar 11 dagen. Jeetje, dat duurt nog even. Dus we kunnen even op ons gemak de observatietoren kijken. Wat? Dit zijn de standaardkleuren. Geel, blauw, rood. Dat is de standaardkleur van spel. Maar ik wil gewoon een beetje een blauwe paal. Dat lijkt me leuk. Ik wil rood met groen. Nee, met wit. Met wit. Dat staat beter. En ik wil witte pilaar. En ik wil blauw. Blauw vakjes. Nee, dat wordt paars. Nou, dat ziet er al een stuk leuker uit. Er staat een hele wachtrij. Jongens, er is weer een nieuwe attractie, weet je wel. Mensen gaan gelijk van, hey, we moeten het proberen. Dat is altijd zo als je een attractie net plaatst. En het is jammer dat de rit in de karretje niet meer wordt... Ja, hij wordt gewoon niet meer bezocht. Uit het niets gewoon. Dat kan dus ook gebeuren. Dan zeggen ze ineens, ik wil ineens uit het niets willen mensen een wat spannendere attractie. Dus dan verwachten ze dat ik eigenlijk 20 achtbanen neerzet in je park. En dat is juist de kunst om dan een beetje op tempo, op peil te houden, hè, die streep. Maar we halen het met gemak.
Ik moet nog een paar dagen, een stuk of 6, 7. En dan zijn we er. En de observatietoren gaat sneller naar beneden, lijkt het net. Oh. Oh. Lekker, als je thee net gelijk kan opdrinken, is die heerlijk. Ah, ik ben je thee leuten met Vincent. Stiekem. De spokers worden ook helemaal niet meer bezocht. Het lijkt nog mensen echt van zeggen van, nou, we hebben ons geld opgemaakt. We gaan gewoon er gewoon op. Maar dat moet je dus allemaal onderhouden. En als het park wat groter is en niet zo compact als dit park, dan wordt het natuurlijk wat, ja, wat spannender allemaal. Nou, de looping is sowieso een succes. En die blijft een succes. Mensen kotsen zelfs aan het begin van de wachtrij. En ja, met succes ronden wij dit level af eigenlijk. En mensen gaan ook weer een beetje in deze attractie, dat is mooi. Ik weet niet waarom ze eerst niet gingen. Misschien wegens de prijs. Maar we hebben er wel een goede winst uit gehaald, want we hebben slechts 174 mensen deze attractie bezocht. Dus dat kan je nagaan, 174 karretjes met mensen vol hebben, ja, dat is gewoon vet. En we gaan aftellen. Nog één dagje en dan hebben wij hem gehaald. 3, 2, 1, 0, Panana! Kom op! Dadelijk is het jaar 2, weet je wel. Oh shit. Kom op! Hakazam! Ja! Ik zet wel even Vincent neer. Oh, wel netjes. Of Davinstel. Netjes, we hebben het gehaald. Het level is compleet. We gaan naar het volgende level. Zoals ik al beloofd, hè. En ja, als je een beetje een rollercoaster fan bent, ik weet niet eens hoe ik naar het menu ga. Hoe ga ik naar het menu? Kut game? Ja, zo. Oh, dat is een hele mooie achtergrond. We maken een nieuw game en dan kijken we bij Force Frontiers. Die hebben we dus voltooid. De volgende is ja, level Dynamite Dunes. Dat is het tweede level uit de rollercoaster serie. We moeten 650 bezoekers brengen aan het eind van jaar 3. Met een rating van 600. Ja, kijk, nou, het voordeel wat ik dan weet aan mijn hoofd is dat er inderdaad een achtbaan staat hier. En dat is een kolenmijn achtbaan, die staat dus al in het park. Het park is vrij klein. Het nadeel is dat het gebergtes heeft. En die achterlijke palmbomen laat ik gelijk weghalen, want het is... Ja, dat moet je niet hebben. We kunnen weer gaan beginnen met de merry-go-round. Die zet ik dan wel een beetje in het begin zo. Gewaagd, ik weet het. 1,20. En we laten hem... 6 keer rondgaan. En ik maak een groen pad. We gaan dit keer groen doen, geen blauw. Zo. Nou, voordat er mensen zeuren om eten en drinken, wil ik gelijk deze snoepkraam neerzetten. De snoepkraam hebben we nog niet gezien. Dat is nieuw. Dus dan moeten we ook gelijk een prijs instellen. En de prijs voor deze snoepkraam bedraagt ongeveer 1 euro of 1,50. Nou, daar heb je al een lekkere lolly voor. Lekkere kaskraker, hè? Een wc'tje natuurlijk naast een draaimolen is altijd verplicht met een inkomst van 20 centen. Zodat ik toch nog eventjes wat andere dingen kan kopen. En ik plaats nog een drankautomaatje om wat versnaperingen en limonade soda blikjes te kunnen kopen. Voor een bedrag van 1,80 waarop ik een winst maak van 1,50. Het is toch ongelooflijk. Bankjes. Heel veel bankjes. Bankjes. Lantaarnpalen. Dit ziet er veel leuker uit. Zo, huppakee. Nou, dit is een beetje Main Street van mijn park. Het ziet er misschien een beetje somber uit. Ik sla park op. Dit is namelijk Dynamite Dunes. Met een heel raar pad wat helemaal op die berg loopt. En hier is al gekotst. Dat betekent dus dat we eigenlijk verplicht alweer staf moeten aannemen. Nou, ik ben benieuwd. Ik wens me succes met het grasmaaien hier op dit gebied. Ik wens hem echt heel veel succes. Ik ben benieuwd of het hem gaat lukken. En één entertainer, nu nemen we aan. Nou, dat is mooi. We hebben één attractie staan. Het lijkt me leuk om eerst de attractie te verspreiden. Dus ik wil nog een spectaculaire attractie hier plaatsen. Dat leek me een leuk plekje. Zo. En het is altijd wat anders. Zo. En deze wordt gewoon 1,50. Dat vind ik wel een leuke prijs. En die gaat ook maar 9 keer minimaal kan die heen en weer gaan. Dus rondjes draaien. Allemaal, ik vind het allemaal helemaal mooi. We hebben twee achtbanen. Twee houten achtbanen tot onze beschikking. Dat is het nadeel. Houten achtbaan is vreselijk duur. Dus we moeten daar ten eerste keihard voor sparen. Dus ik plaats nu even de flat rides alvast neer in het park. Flat rides.
Dat zijn attracties zoals een draaimolen, een reuzenradje, noem maar op. Ik gebruik ook het bruine pad, want dat is realistischer. Dat mengt zich mooi met het... Zo, het spookhuisje plaatsen we neer en die maken we een euro of 1,40, 1,50. Ja, dat is een mooie prijs. Ik plaats hier, dit zijn een beetje de basisdingetjes, hè, wat ik nu aan het doen ben. Beetje basisdingetjes mogen wel. Daardoor is, je kan geen bankjes plaatsen op schuine paden. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk de prullenbakjes wel kan verspreiden op de schuine paden. Plus de lantaarnpaaltjes. Nou, die vind ik altijd wel heel snoezig uitzien. Dus we hebben nu inmiddels al 112 gasten. Dat gaat lekker. Ik snap niet waarom dit pad niet recht is. Dat heb ik altijd wel liever. Maar dat kunnen we altijd aanpassen. Wc'tjes. Ik bouw nog een wc'tje verderop. Hier tegenaan. Zo. 20 cent. Nog steeds 20 cent. En ik wil nog wel een lekker eetkraampje neerzetten. Omdat hier natuurlijk voornamelijk wel wat bankjes staan. Zo. En de burger... Want we hebben nog geen Burger King. En de Burger King... Waar met de Burger Bar? Ik moet gewoon Burger King eten. Burger King. Vind ik veel beter. Jullie zien niet dat ik dat... Dat ik dat als naam invul. Dat is jammer. Maar het heet dus Burger King. Dat kan je ook zien hierboven. Burger King! Yalalala, YOLO! YOLO King! En waarom gaat er niemand in de auto mansion? What's wrong with you? 1,30. Vooruit. Nou, de Dynamite. Dat is ook wel een lekkere achtbaan. Die gaat voor me ook wel aardig. We kunnen trouwens de snelheid veranderen van het toetakelen. Ik wil even kijken hoe die achtbaan gaat. Dat zien jullie hier in het schermpje. We gaan hem volgen. Hij gaat zelfs onder de grond. Heel gaaf. Echt heel gaaf gedaan. Gaat hij weer onder de grond. Met 1 kan je onder de grond kijken. Dus vandaar dat het donker ziet. Kijk, kan je hem net zien nog. Wat een hele aparte leuke layout is dit. Ook dat het weggetje zo langs loopt. Ik vind het wel gevaarlijk. Dat je hier gewoon, je kan hier gewoon vallen op die rails. Maar hij wordt niet heel erg goed bezocht. Ik had hier wel een hele grote rij van mensen verwacht eigenlijk. Jammer, want achtbanen scoren goed. Dat weten we nou inmiddels wel. Ik ga eens kijken wat wij... Ja, we kunnen helaas niks vragen voor de parkinkomsten. En dat is bij Rollercoaster 2 het nadeel. Anders had ik juist die prijs lekker duur gemaakt van Dynamite Dunes. Dynamite Dunes! Is het de Lochflume? Het is de Lochflume! We gaan de Lochflume plaatsen. De Splash Mine. Ik ga hem zelf maken. Ja. En het is een voordeel als ik hem hier bouw. Waarom? Weet ik niet. Maar ik ga hem gewoon op de berg maken. Ja, dit wordt lastig, omdat die berg misschien ook wel heel erg hoog is, zeg maar. En dan zou ik een gat moeten maken binnenin. Ja, ik ben niet zo goed in de layout als ik zeg maar heel erg rekening moet houden met het decor. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat is het ergste wat je me kan doen. Ik weet wel iets anders trouwens. Ik hoop dat jullie me dit gaan vergeven. Ik weet dat het heel raar eruit ziet. Maar het is in ieder geval wel... Het heeft wel iets. Weet je, het is niet echt de beste wat ik ooit heb gemaakt. Maar het ziet er wel schön uit. Weet je wel, schön, dan kan je zeggen van... Het oogt wel iets, weet je wel. Heel kort. Daarom was ik even stil. Ik dacht van shit, hoe moet ik dit gaan oplossen? En toen telde ik. En toen dacht van hé. Hey, 1, 2. Dat gaat wel goed komen. Ik denk dat hier wel een fikse rij voor komt. Dus ik denk dat ik deze eventjes gewoon wat groter maak dan mijn neus. Lochflume! 17 boten, dat is overdreven veel. Ik denk dat we gaan bij de 11 boten. En dan maken we hem denk ik meteen een 3,50. Want het wordt een fantastische attractie. Ik ga hem eerst testen.
Dat zijn aardig wat lumvlogs. En ik noem de attractie Water Woestijn Madness. Water Woestijn Madness. Nou, hartstikke leuk. Het is een compacte waterglijbaan. Een boomstamrivier. Is wel wat leuk voor die mensen. Een beetje woestijnachtig. Ze hebben wel echt woestijnattracties. Wat zijn woestijnattracties? Dat zijn attracties zoals die Big Thunder Mountain die je zag hier. Ik noem hem Big Thunder Mountain. Hij heet gewoon de Dynamite Blaster. Wat ik wel raar vind, want ik kan niet echt een verband... Waarom gaan mensen die spookhuis niet in? 1,40. Wat is dat nou voor prijs? Dat is toch geen prijs? Jeetje, mensen willen in de twist. Ik zal ze in de twist laten voelen met een 1,80. Huppakee. Nou, ik hoop dat de log voor u... Oh, wat ik vind dat zo leuk om te zien. Moet je kijken, dan zie je vier van die mensen. Waarschijnlijk onbekend. Ik zie nooit echt families lopen in het park. Dat is bij Rollercoaster 3 wel het geval. Dat ze dat hebben gefixt, dat je zeg maar familie ziet. Dus een vader met zijn zoontje. Of een stelletje, weet je wel. Een vriendin en een mannetje. En hier zie je eigenlijk iedereen gescheiden. Iedereen loopt voor zichzelf. En dus of je nou vier vrienden in het karretje zit, of je zit naast een of andere rare crazy opa, dat weet je dus niet. Maar ja, dit is wel leuk op zich. De baan loopt wel leuk. Er kunnen best wel wat aardige passagiers mee. En als ik het goed heb getimed, dan zie je dus dat elke keer als er een karretje gaat, dat er genoeg karretjes overblijven. Dus dit gaat ook lekker. We hebben wel de helft minder. Hij heeft nu al uitgerekend dat hij 360 personen per uur vervoert. Dat is wel heel weinig. Dus stel ik maar dat er 4 customers zijn. En wanneer rekent hij dat nou? Als de mensen uitlopen uit de attractie. Dus als ze hier de uitgang uitkomen, dan is het zover van... Kijk, nu telt hij 8 mensen. Dus dat zijn 2 volle bootjes. Het is niet zo moeilijk. Het spel is ook niet moeilijk. Alleen je moet de tijd in steken. Hebben we nieuwe objecten trouwens? We hebben ook helemaal geen nieuwe objecten. Het is zoiets van... Ja, doe het hier maar mee. Weet je wel? Oké. Oké. We don't have a choice. Leuk liedje. Ik vind het nou irritant. Hier plaatsen we van die... Ja, van die... Zo. Dat oogt... Dit oogt heel erg... Vlog. Wat ik bedoelde. Logvolume. En dan plaatsen we hieronder plaatsen we een richeltje. Ik weet niet of we dat kunnen doen. Nee, we kunnen daar niet onder bouwen. Dus we zouden dat land moeten ophogen helaas. En dat kost wel wat... Het is wel prijzig hoor. Ja, hoe gaan we dit doen? Ik schrik... Oh, daar gaat het weg. Dat doe ik maar niet. Laat maar zitten. Ik wou het land verhogen, maar dat ziet er op zich ook wel aardig uit. Zo, je hebt niks gezien. Huppakee. Nou, de loftvolume staat er. Ik weet dat het weinig detail heeft. Of ik bedoel, weinig decoratie. Maar dan weet je dat het wel... De junior rollercoaster. De mensen hebben een achtbaan. En dat weten we. Dan gaan we gelijk die achtbaan plaatsen. Want jullie weten het vorige keer, hè? Ik ga niet dezelfde doen. De Mancho München. Die hadden we vorige keer gedaan. Maar ik neem de... Je ziet het na het volgende video. Tot volgende keer.